Goedemorgen, mijn naam is Mirjam van Link Media. Wij staan hier, zoals u kunt zien, aan het begin van het schattige dorpje Hekelingen. Vandaag is het vrijdag 27 april, het is dus Koningsdag. Onze koning Willem-Alexander wordt vandaag 51 jaar. En dat gaan we natuurlijk vieren hier in de regio. Zo dadelijk komt bij Dorpshuis Hekelingen onze burgemeester Mirjam Salé. Zij gaat een aubade doen en daar willen wij natuurlijk graag bij zijn. Laten we opschieten, want we willen er niets van missen. Dames en heren, goedemorgen. Van harte welkom namens de Oranje Vereniging Hekelingen. We zijn blij dat er zoveel mensen zijn. We zijn blij dat het Hoogido er is. En ook ons koor, elementair. En we zijn natuurlijk nog extra blij dat onze burgemeester met echtgenoot aanwezig is. Want onze koning heeft dus de laatste dagen in de kranten en in de publieke opinie een goede waardering gehad. Maar dat geldt in Hekelingen niet zo waard, zeker ook voor u. We willen u vandaag dus hier in Hekelingen hartelijk danken voor uw steun en belangstelling die we al die jaren hebben mogen ontvangen. Zowel onze verenigingen en zeker ook het dorpshuis. En we wensen u nog, en uw man en gezin, nog heel veel jaren in gezondheid. Dan verklaar ik hiermee de Koninginnedag, Koningsdag, sorry, Hekelingen, voor geopend. En we gaan beginnen met het plag hijsen. Zoals zei het net al, de koning is vorig jaar 50 geworden en nu dus 51. Maar hij is ook precies 5 jaar onze koning. Dus het eerste lustrum voor onze vorst en de koninklijke familie. En ze hebben een veel waardering in Nederland, ook als gezin. En een hoop van jullie hebben vanmorgen de krant waarschijnlijk opengeslagen met de nieuwste foto's die van de koninklijke familie zijn gemaakt door Erwin Olaf. Hele eigen tijdse foto's waar je ook ziet dat het een familie is die met de nieuwe tijd meegaat. En zo hoort het ook, want de tijd gaat voort, wij allemaal ook. En daar past iedereen zich een beetje aan. Maar wat eigenlijk niet verandert, dat is dat Koningsdag gewoon een feest is voor iedereen in Nederland. En helemaal op onze eigen manier. We beginnen met zingen en met muziek. We zingen het volkslied, we hijsen de vlag. We hebben allemaal iets oranjes aan, of bijna iets oranjes aan. Maar heel veel mensen wel, dat ziet er altijd heel gezellig uit. En we doen alle dingen die bij Koningsdag horen. In Hekelingen. Zojuist heeft de aubade plaatsgevonden en de vlag is gehesen. De muziekvereniging Togido heeft een aantal muziekstukken gespeeld en ook het koor Elementair heeft net een aantal liedjes gezongen. En we staan hier nu met onze burgemeester Mirjam Salé.
Goedemorgen, burgemeester. Goedemorgen. Welkom in Hekelingen. Ja, dankjewel. Ja, leuk dat u de opening wilde doen. Het is de laatste keer voor u. Dit is de laatste keer, maar ik heb het altijd in al die jaren met heel veel plezier gedaan. Ja. Nou, wij zijn heel dankbaar dat u de laatste keer hier in het dorpje wilde doen. Ik heb hier ook bij me staan Jacqueline van Vuren. Jacqueline is de beheerder van Dorpshuis Hekelingen en tevens de baas van de bar. En naast Jacqueline hebben we meneer... Hugo van der Elft. Ja, goedemorgen. Ja. Ik heb begrepen dat Jacqueline een mooi stukje heeft gemaakt voor de burgemeester. En ik wil Jacqueline eigenlijk vragen of ze het wil voorlezen. Als je het wil proberen, heel graag. Enkele jaren geleden hebben wij heel goed samengewerkt met de burgemeester. De naam Lisse Waard moest gekozen worden. Of een nieuwe naam voor de alle zeven kernen van deze Lisse Waard. Dat is hier in het dorpshuis gebeurd. Wij zaten precies in het midden, niet in Spijkenis en niet in Bernisse. Ik heb mevrouw Salet alle ruimte gegeven om op een hele rustige en gemakkelijke manier met al haar politieke partijen de kans te geven om dat hier te doen. De akte is hier getekend en de leernaam Nisse Waard is hier gekozen. Dus we hebben best wel geschiedenis geschreven, wij samen in Nederland. En daar ben ik heel trots op. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, heel mooi. Heel... Vannacht nog een aandenken aan de... Want ik denk van ja, dat moet toch wat wezen. Want er staat nergens wat in de publiciteit. Ik heb alles op Google zitten zoeken. Maar ik denk, nou, dat moet ze wel verdienen. Want zo geweldig. Elk jaar kwam ze even kijken op het gezelligste stemlokaal van Nisse Waard. Dat vindt iedereen, want iedereen wil altijd hier zitten. Omdat ik ze altijd verwend. Dus het was altijd leuk. Dankjewel. Vallen samenwerken. Oké, okay, nou, dankjewel voor de reactie. Burgemeester, gaat u vandaag nog andere dingen doen? Zeker, ik ga zo meteen naar het stadhuis, want daar ontvangen we alle gedecoreerden. Ook de 8 mensen die wij hebben gedecoreerd gisteren. En Huug zien we daar natuurlijk ook weer. En ja, in alle kernen is wel wat te doen, dus daar gaan we allemaal even langs. En vanmiddag om 3:00... ga ik de nieuwe, vernieuwde muziektent in Abbebroek openen aan de ring. En dat wordt ook weer een feest. Ja, ontzettend leuk. Nou, geniet van deze laatste dag, de laatste Koninginnedag in uw ambt. En wie weet zien we u nog een keer ergens anders terug. Wie weet. Fijne okay. Dag. Ja, dank u wel. U ook. Zo, ik zie dat u een lintje heeft. Ja. Ja, hoe bent u daaraan gekomen? Nou, van vrijwilliger bij de brandweer. En als je dan wat jaren daar bent, dan krijg je zo'n lintje. Ja? Als je braaf bent. Ja. Goh, wat leuk zeg. En hoe lang heeft u deze al? Van de 92 of. Dus het was al een heel eindje. Ja, dat was vorige eeuw. Ja. 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 Mooi even rekenen. Ja. Ja, toen was ik... ik was al een beetje te laat voor de brandweer, maar ze vonden me goed. Ik mocht gewoon blijven tot ik... 92 heb ik dat lintje gehad. En 94 ben ik pas gestopt met de brandweer. Toen was ik een beetje ouder dan dat mag, maar ja. Oké, okay, ze waren dan toch blijkbaar heel tevreden over u? Schijn van wel, want, ja. Want met 55 mooi eruit, dus dan zei je wat je best gedaan hebt. Ja, goh, nou hartstikke leuk. Nog een hele fijne dag verder vandaag. Nou, goed. U ook. Ja, dank u wel. Wij staan nu in Dorpshuis Hekelingen. En naast mij heb ik de voorzitter van de Oranje Vereniging. Goedemorgen. Dag meneer, wat is uw naam? Dennis Maasland. Dag meneer Dennis. Hallo. Kunt u vertellen wat er vandaag allemaal gaat gebeuren? Vandaag gaan we door allemaal kinderspellen. We hebben natuurlijk vanmorgen open met een mooie obade. Met de Togido en een mooi koor elementair. En de rest vandaag allemaal kinderspelen. We hebben dadelijk nog een mooie hondendemonstratie en workshop. Kunnen mensen aan meedoen. En daarnaast doen we ook vanmiddag nog een hele mooie roofvogelshow. Oké, okay. Ja. En waar komen die vogels vandaan gevlogen? Ik hoop ergens uit Nederland. Nee, het zijn roofvogels die we ingehuurd hebben. Een bedrijf die dat voor ons komt doen. Dus ik ben benieuwd welke vogels hij meegenomen heeft. We laten ons verrassen. Ja, oké, okay, leuk. Als maar niet de lokale duiven
Theo is die komt. Kijk, wat belangrijk is dat de honden weg zijn. Anders gaan het op de honden in de problemen komen. En dan gaan die kleine honden de lucht in. Ja, dus hebben we al gezegd van jongens, dat moeten we niet doen. Oké. Okay. Dan ga ik eerst de honden weg en dan komen over de roofvogels erbij komen. En dan gaan we z'n allen naar het grote veld. En daar is dan een mooie roofvogelshow. Ja, leuk. Dat klinkt allemaal heel interessant. Ik heb ook begrepen dat de dierenambulance vandaag langskomt. Ja, de dierenambulance vandaag ook. Om de dieren te promoten. We doen ook een kledinginzamelingsactie om natuurlijk geld op te halen. Ook al voor hun goede doel natuurlijk, dat we kunnen blijven doen. Iedereen is altijd welkom hier in Ekelingen. Dat is altijd heel erg makkelijk bij ons. Ja. Oké, okay, leuk. Nou, je hoort het, dames en heren. Kom vandaag naar Ekelingen. Er zijn ook andere dorpen waar het een en ander plaatsvindt vandaag. Daar gaan we ook straks eventjes kijken. Maar sowieso wordt het in Ekelingen ontzettend gezellig. Oranje gezellig. Oranje gezellig, precies. Oké, okay, dankjewel Dennis. En nog een fijne dag verder. Jullie ook. Zoals u ziet staan we voor het prachtige stadhuis van Spijkenisse. En we gaan eens kijken wat de mensen in Spijkenisse allemaal uitspoken. Hi! Hallo. Wat is jouw naam? Mijn naam is... Oh, kom even naar je toe. Mijn naam is Mert. Hoi Mert. Hey, hoi. Wat leuk dat je hier vandaag zit op je kleedje. Ja, ik heb het mooi ook versierd. Ja, het is prachtig. Een gezellige buurvrouw. Oh echt? Die is even weg nou. Dus je neemt ook voor haar waar. Ja, ja, maar die staat gewoon daar. Oké, okay. En wat verkoop je allemaal? Ik verkoop flessen. Flesjes voor 2 euro. En waar zijn die voor? Voor drinken, water zijn geen tweedehands, zijn gewoon nieuw. Ik verkoop ook een paar oude boeken. En wat spellen. Een computer. Ik verkoop ook thee. Oké. Okay. Joh, welke smaak heb je allemaal? Ik heb pitpenter en blauwe bessen heb ik allemaal. En ik heb ook een kaartje. Er staat, hou je ook wel verrassende smaken? Speel de Thee heeft een diverse collectie aan heerlijke en gezonde thee. Kom snel een kijkje nemen op Instagram en Facebook. En er zit ook zeker wat voor jou tussen. Leuk, heel leuk. Ja. Goedemiddag dames van de EHBO. Goedemiddag. Hallo, mag ik even bij jullie komen zitten? Ja hoor. Zo. Hi, wat is jouw naam? Sharon. Sharon? Sharon. Sharon, pardon. En wat is jouw naam? Ada. Ada. Hallo meiden, hoe gaat het vandaag? Rustig. Rustig? Ja. Er is nog niks spannends gebeurd? Alleen een kind wat de moeder kwijt was, maar... Ach, en is dat... gevonden. Oh, gelukkig, oh gelukkig. En hoe hebben jullie dat gedaan dan? We zijn gewoon naar het podium gelopen en daar is ze omgeroepen. Oké, okay. En toen kwam de moeder er gelijk aan? Ja, met de zus. Oh, gelukkig. En een kind met een pleistertje, hè? Ja, een kind met een pleister, ja. Ja. En wat was daarmee gebeurd? Oh, die had gewoon klein een sneetje. Mondje. Oké, okay. Niks ernstigs? Nee, geen hechtingen? En ze was weer blij. Ja. Oh, gelukkig. Een mooie Hello Kitty pleister? Nee, gewoon normale. Gewoon neutraal. Oké. Okay. Nou ja, ik hoop dat het rustig blijft. Dat betekent dat er niks ernstigs gebeurt en dat iedereen kan genieten. Nou ja. Bent u Winnie de Pooh fan? Jawel. Echt waar? Ja. Oh, wat leuk. Ja. Het ziet er ook heel leuk uit. Hoeveel heeft u er? Nou ja, thuis heb ik ook wel allemaal beeldjes en zo. Maar deze, die deed ik elk jaar met mijn dochter. Die is nu 20. Ja. Vanaf dat ze 0 was, elke maand zeg maar, deed ik haar zo naast die Winnie de Pooh zetten en dan op de foto maken. Oh, wat dus leuk. Heb ik nu zo'n hele lijst met 12 foto's. Ja. En dan allemaal, dus die is eigenlijk een beetje sentiment. Ja, dus eerst was ze kleiner en daarna werd ze steeds groter dan de Poehbeer. Ja, klopt. Ja, ja, wat een leuk idee zeg. Ja, dus het is eigenlijk wel een beetje sneu dat hij dan, maar hij zit er nog, dus misschien gaat hij ermee naar huis. Ja, misschien wel, ja. En ik zie ook heel allemaal kleinere beertjes. Ik zie ook een spaarpot. Ja, en dat is ook een klok gelijk. Ja. Dus ja, ik ben wel een... Knorretje en tijger. En Ior. Ja, ik ben echt wel poefan. Ja, het ziet er heel schattig uit. Ja, nou, ik hoop aan één kant dat u ze kwijtraakt en aan de andere kant toch ook weer niet. Omdat er natuurlijk sentimentele waarde aan hangt. Ja, inderdaad. Oké, okay, nou, veel plezier nog vandaag. Ja. Hallo, wat is uw naam? Raoul. Dag Raoul. Ja. Wat brengt jou zo hier naar Spijkenisse Centrum? Oh, ongezellig hier rond lopen en een paar bekende mensen tegenkomen. Oké, okay. En wat ga je verder nog doen vandaag? Zometeen nog eventjes naar Ekelingen, daarna nog eventjes naar Rotterdam en dan
En dan kom ik daarna even snel terug hier naar mijn woonplaats. Ja, dus, jouw woonplaats is Spijkenisse. Ja. Nou staan we hier, te midden van de rommelmarkt. Heb je zelf ook wat rommel gekocht? Nee. Nee. Ben je dat nog wel van plan om te gaan doen? Dat weet ik niet. Dat weet ik nog niet of je iets leuks hebt, maar okay. We zien het wel. Ik heb een ideetje. Hou je van Winnie de Poel? Nee. Oké, want er zit daar verderop een mevrouw met allemaal poelberen. Nou, dat hoeft voor mij niet. Oké, duidelijk. Nou, dankjewel en een fijne dag nog verder, Raoul. Ja, is goed. Nou. Hallo? Hi, wat is jouw naam? Lizzie. Nog een keer, sorry. Lizzie. Wat heb je dit geweldig gedaan, zeg? Volgens mij ben jij de kleinste deelnemer vandaag. Hoe oud ben jij? Zes. Wat geweldig. En het ging goed, hè? Je bent niet in het water gevallen. Wat vond je ervan? Leuk. Vond je het niet eng? Nee. Jongen, wat een bikkel ben jij, zeg. Hè? Prachtig. En mama heeft gekeken. Je hebt ook gefilmd. En nou kom je zelf ook nog op tv. Maar je hebt ook een prachtig hart op jouw hoofd. Waar is dat voor? Dat kan je sminken. Oké. Heb je dat zelf uitgekozen? Ja. Ja, mooi. Echt heel mooi. Goed gedaan. Dank u wel. Goedemiddag, meiden. En twee jonge dames. Hi, wat zijn jullie hier aan het doen? Aan het vlechten. Oké. Dus, ja. Dus jullie zijn deze prinsesjes mooier aan het maken? Ja, zeker. Ja. En hoe werkt dat precies? Nou, je pakt een plukje van, niet heel dik. En je begint zeg maar heel strak aan de bovenkant. En zo pleg je gewoon zeg maar in drie. En ik zie dat je de kleur oranje gebruikt. Dat is heel toepasselijk vandaag. Klopt, want het is Koningsdag. Ja. Ja, dat is zeker waar. En wie heeft dat uitgekozen? Heb jij dat uitgekozen, de kleur oranje? Ja. En wat is jouw naam? Susanne. Joh, het gaat goed hoor. Het gaat er echt heel mooi uitzien. En je hebt er al eentje in, zie ik. Heb je dat hier ook laten doen? Nee. Ik zie er allemaal bloemetjes op, zeg. Heel mooi. En naast jou staat een andere jonge dame. Hoi, wat is jouw naam? Chloe, hoi. Jij hebt twee vlechten in, zie ik. Ja. En prachtige oorbellen ook nog. Dankjewel. Ja, en jij bent ook voor oranje gegaan? Ja. Ja. Jij dacht van, het is Koningsdag, dus dan gaan we voor oranje. Ja. Ja. En de andere is de roze met paars. De andere kleur. Ja. En naast jou staat, wie ben jij? Jovienne. En wat zijn jullie van elkaar? Ja, nichtjes. Oh, en jij hebt eigenlijk hetzelfde. Ja. Ja, prachtig. Heel leuk. Stap voor stap, verdwijnt alle twijfel. Zelfverzekerd kom je heel dichtbij. We zijn nog steeds in Spijkenisse. We staan inmiddels op het havenplein waar de gezelligheid al aardig aanwezig is. Ik ben hier op een aantal mensen gestuurd. Ik ga even vragen of ze het naar de zin hebben. Hallo, meneer, dames. Hi, hebben jullie het een beetje naar je zin? Jawel, zeker. Ja, wat zijn jullie aan het doen? Feesten! Hey, oké. Is het een beetje leuk? Jawel, het is nog vroeg, maar kom nog wel vanmiddag. Ja. Ik heb wel vertrouwen in. Hè. Wat gaat er vanmiddag verder gebeuren dan? Ik denk dat het vanmiddag helemaal vol staat. Wat zeg je? Ik denk dat het vanmiddag helemaal vol staat. Ja. Bar, dat is een hit. Ja, dat is maar goed dat we er nu al zijn. Want anders kunnen we geen gesprek meer voeren. Zeker. Ja, wat hebben jullie nog meer gedaan vandaag? Gegeten. Wat zeg je? Gegeten. Eten. Oké. Ja. We gaan nu overal kijken. Ja, gezellig. Voor de mensen nou, veel plezier nog. Oké. Spijkenissen, we gaan springen. We staan hier nog steeds op de havenplein en het wordt steeds voller, drukker. Mensen gaan dansen. Deze mensen zijn vandaag hard aan het werk. We gaan even kijken of ze het een beetje vol kunnen houden. Mag ik jullie wat vragen? Nou, ze zijn hard aan het werk.
Ja, wat is je naam? Patrick Zoeta. Patrick, hoi! Hoi! Zit de stemming er al een beetje in? We gaan vanavond knallen. We gaan vanmiddag knallen. Het gaat echt leuk worden. Vanochtend hebben we de kleine kinderen laten dansen hier zo. Ja. Top. En nu gaan we feesten. Ja, leuk, leuk. Jullie hebben er allemaal zin in, zie ik. Ja, zeker. Allemaal enthousiaste mensen. Hier komt ook nog eentje voorbij stuiteren. Ah, ik zie, hallo. Ik zie jou zo lekker stuiteren. Je lijkt wel een kangaroo. Dat moet van mijn vriendin, want ik moet afvallen. Dus ik... Oké. Nou, maar ik hier. Nou, het ziet er gezellig uit, nou, hoor. Nou, ja. De jongens van is zo super gezellig. Gaat vanavond gewoon door? Ja. Ja. Oké, okay. Nou, iedereen is welkom, toch? Nou, jij ook, hè? Ja, nou, bedankt. Goed, hey, bedankt, hè, jongens. Ja, veel plezier. Jullie ook. Dankjewel, hoor. Doei. We zijn verder de regio ingetrokken en nadat we in Hekelingen zijn geweest en Spijkenisse, zijn we nu aangekomen in het mooie dorpje Zuidland. We hebben begrepen dat daar nu een zeskamp aan de gang is, dus laten we even gaan kijken hoe de deelnemers het doen. Wij staan nu op de Breedstraat in Zuidland en voor ons is de zeskamp aan de gang. En ik heb hier voor me een meneer die er alles over kan vertellen. Hallo, wat is uw naam? Mijn naam is Adriaan van der Pols en ik ben de voorzitter van de Oranje Vereniging hier in Zuidland. Oké, okay, dus... kunt u mij vertellen wat er allemaal gebeurt nu? Nu, op dit moment, vanmiddag hebben we de zeskamp. Die wordt hier op het plein gedaan, op het Beneen. Dat is de Breedstraat hier in Zuidland. Dat is echt het centrum van het dorp. En in het bejaardenhuis wordt op het moment de bingo gehouden. Er zitten ook meer dan 100 mensen te bingoen. Dus... Ja. En nu gaat de muziek aan. Ja. Ze zetten hem alweer zachtjes. Ja, okay. Ja, ik had al gelezen over de bingo, dus we gaan daar zo ook een kijkje nemen. Okay. Maar we dachten, we komen even kijken wat hier allemaal gebeurt. En kunt u wat vertellen over de groepen die meedoen? De groepen, ja, dat zijn twee groepen van de judo. En van de, ja, hoe heet die jongen, de conditietraining is dat. En van de tennisvereniging doen mee, de plattelandsjongeren doen mee en de scouting doen mee. Dus het zijn diverse jeugdgroepen hier van het dorp die in actie komen en ja, een leuk festijn ervan maken. Een feest. Ja. Ja, goed. Nou, dat is leuk te horen. We gaan nog even wat beelden schieten, van, want het gaat er flink aan toe. Er wordt veel met water en met zakken gegooid. De waterbak, en, ja, als iedereen maar een beetje heel blijft. Dat, ik ben altijd blij als alles weer achter de rug is. We krijgen dadelijk namelijk de zeephelling. En dat wordt het spannendste. Dan moeten ze die helling op in de zeep. En als dat maar goed gaat, dan ben ik altijd een beetje bang van. Dan ben ik altijd blij als dat achter de rug is. Ja, dus. Nou, we gaan het zien. Spannend. Ja, we wachten af. We zijn nu aangekomen bij verzorgingshuis Bernice Stijn in Zuidland. De zaal is goed vol. Op dit moment is er een bingo aan de gang. En we gaan eens kijken of iemand snel bingo zou hebben. 54. Ja, en er is een bingo. Achter in de zaal steekt een mevrouw de hand op. We gaan kijken of het een goede bingo is. We gaan... Nou, spannend. Ja, zeker spannend. Dit is voor de volle kaart, zie ik. Dit is voor de volle kaart, deze ronde. Ja, ja. En wat is de hoofdprijs, als ik vragen mag? De hoofdprijs is nu een vogelhuisje. Met vogel of zonder vogel? Nee, zonder vogel. Oké. Okay. Vogel... Die mag er vanzelf in komen vliegen. Ja, die mag mevrouw anders zelf gaan vangen. Ja, ja, ja. Dag mevrouw, hallo. U heeft gewonnen, begrijp ik. Een prachtig vogelhuisje. Een vogelhuisje naar een vogeltje. Ja, ja, precies. Die mag u zelf vangen, heb ik begrepen. Nou ja. Kom maar vliegen. Zet er al een. Nou kijk, die kan erin. Daar kan erin. Oh, oh Piet. Oh, oh. Kunt u ook zingen als een kanarie? Ja. Ja, maar dan loopt de zaal leeg. Nou, wij doen de deuren wel dicht. Fluiten. Durft u een stukje te fluiten voor tv, meneer Piet? Ja, die fluiten wel. Maar kijk het wel. Ja, is dat voor de tv? Ja. Wat is uw naam, mevrouw? Krijnie Zevenbergen. Oké, okay. En u bent bewoner hier, bewoonster? Nee. Niet? Ik kom gewoon aanwaaien. Gewoon bingo, hè? Nou, ik hou u niet langer op, want ze gaan alweer verder, hoor ik. Gefeliciteerd met uw prijs. Ja, dankjewel. Goed. Dankjewel. Goedemiddag, mevrouw en meneer. Ik begrijp dat jullie hier in Bernice Stijn een stukje gaan spelen. En mag ik vragen wat uw naam is? Arie van Kapel. Meneer van Kapel. En uw naam, mevrouw?
Maartje Luchtenburg. Oké. Hebben jullie dit vaker gedaan of is dit de eerste keer? Ja, we doen het eigenlijk regelmatig. Toch wel in bejaardenhuizen en instellingen. Ja. Oké, wat leuk. Ja, en waar komen jullie vandaan? Ik uit Spijkenissen. Ja, en mevrouw? Zuidland. Zuidland, ja. U bent een echte lokale? Ja, een echte lokale, ja. En wat gaan jullie zo spelen voor het publiek? De Jordaanwals. De Jordaanwals. Dat klinkt heel erg Amsterdams, maar we zijn natuurlijk op Voor de Putten. Ja, dat is dan wel jammer, maar de... Maar we zingen er niet bij, hoor. Nee. Oké, nou, ik hou jullie niet langer op. We gaan genieten van jullie spel. Okay. Succes. Ja, goed, dag. Zeepbellenbaan, zeg ik dat goed? Ja, ja. Hoe ging dat? Was echt zwaar. Ja, het was zwaar. Ja, het ging ja, goed. Ja, ze spuit heel veel zeep erop en de helling is heel stijl. En ik zag ook dat het touw heel erg zeeperig was. Ja, hij was ook glad. Ja. Maar ik doe dit voor het eerst, maar dan wou ik die touw pakken en naar boven klimmen. Maar dan ging ik weer terugglijden. Ja. Ja, dat ding is heel glad. Ja, ik zag het. Zwaar, hè? Je moet ook je eigen gewicht naar boven klimmen. Ja, klopt. Maar als je elkaar helpt, dan gaat het wel. Wat zeg je? Als je elkaar helpt, dan gaat het wel. Ja, maar jij bent boven gekomen. Ja. Zij op het nieuws. Ja. Okay. Hoe was dat om boven te komen? Wel leuk, maar ik vond het wel meevallen. Je vond het wel mee? Ik vond de hele presentatie. Het was wel een beetje zwaar, maar het ging wel. Maar je inspireerde wel de rest om ook boven te komen. Ja. En jou was het ook gelukt? Nee. Oh, sorry. Maar wie was er nog meer boven dan? Ik was wel. Oké, en? Ja, het was leuk om erboven te zijn. Ja. En het was nog beter om die anderen te helpen boven te komen. Ja. Goedemiddag, we zijn nu aangekomen in Simonshaven. We zijn al heel de dag op tournee. Allerlei plaatsen al gehad. Hekelingen, Spijkenissen, Zuidland. En nu staan we in Simonshaven, vlak voor het mooie kerkje. Nou, de wind is al een beetje meer gaan waaien. Zoals u ziet is de vlag hier goed zichtbaar, de Nederlandse vlag. Dat was vanmorgen in Hekelingen helaas niet zo. Maar nu wel. Ook hier zijn vandaag allerlei activiteiten. En we gaan maar eens kijken wat er hier gebeurt in Simonshaven. Hoogspuit lopen na het evenement was. Ja. Dus dat wordt hier al zeker 100 jaar gedaan. Ik zie dat u ballen aan het gooien bent naar onze koning. Nou, dan kan ik een beetje beter richten. Oké. Maar het is niet persoonlijk bedoeld. Nee, ik begrijp het. Nee, maar hij was wel raak. Hij was wel raak. Ik hoop niet dat hij hem in Groningen zal voelen. Nee, ja, dat denk ik ook niet. Dat denk ik ook niet. Dat komt wel goed. En wat heb je nou gewonnen? Bas, wat heb ik gewonnen? Nog eens een teentje, denk ik. Oh, lekker. Goed. Nou, veel plezier nog. Dankjewel. Ja. Meneer Jan, kunt u mij uitleggen en alle kijkers wat het betekent? Ik heb werkelijk geen idee. Het schijnt uit Friesland vandaan te komen. Oké. Het boegspriet. Ja. Het is gewoon een paal.
Ja. Over het water heen. Ja. En als er te veel over gaan, smeren ze hem in met groene zeep. Ja. Dus dan loopt het niet zo makkelijk. Oké, dus mensen kunnen nat worden, begrijp ik. Je moet nat worden. Anders kan je niet zeggen dat ik het meegedaan heb. Oké, en de paal ligt al klaar, zie ik, over de sloot heen. Hoe heet deze sloot? Dit is de kaai. De kaai? Oké, weet u hoe lang de paal is? Nee, dat weet ik niet. Maar als ik nou zo kijk, een meter of 9, denk ik. Een meter of 9. En dan, de deelnemers beginnen dan allemaal aan één kant en moeten naar de ogen? Ja, vroeger lag daar een bruggetje. Ja. Maar dat is tegenwoordig weg. Dus dan kon je droog er naartoe. Maar je kon niet droog terug. Ja. Hi, ben jij de koe aan het melken? Ja. Hoe heet de koe? Pia. Wat zeg je? Pia. Oké, en hoe gaat het melken? Goed. Goed, volgens mij komt er heel veel melk uit, hè? Ja. Ja. Nou, je doet het wel heel goed, hoor. Meneer Piet, zou u wat meer informatie kunnen geven over het boegspriet lopen hier in Simonshaven? Ja, dat denk ik dat ik dat wel kan. Om te beginnen vragen we ons altijd af waar de naam vandaan komt. De boegspriet is een punt op een oud zeilschip, op de zeewaardige schepen, waar het fokzeil aan zit. En dan schijnt dat heel vroeger een enkele keer de waaghalzen aan het eind van die boegspriet de fokzeil moesten gaan vastmaken en dan liep je te balanceren, natuurlijk over die paal heen. En hier hebben ze dat nagebootst. Waarschijnlijk wordt het in Simonshaven werd dat 100 jaar geleden al gedaan. Want ik heb ooit een foto gezien waarin hier achter ons een paal over de kaai ligt, waarna een bepaald evenement boegsprietlopen gedaan werd. En ik weet als kleuter dat het gedaan werd over de houten stijgerpaal van het metselbedrijf Moray. Ja. Wij dus. Ja. Ja. Ik heb zelf de eerste keer meegedaan in 1963. Nou, ik denk in 62. Ik heb de eerste keer gewonnen in 1963. Echt waar, gefeliciteerd. Dat was al een tijdje geleden. Dat is al eventjes geleden. En daarna zijn we dat nog jaren blijven doen. En rond 20 jaar terug is het vervangen voor een. Toen werd het wat moeilijker, omdat het eilandje hier weggegraven is voor een deel. Ja. En het water is breder geworden, dus onze paal werd te kort. Oké, want u heeft het over dit eiland, het Dorsi. Het Gorsi. Gorsi, pardon. En hier, nu hebben we een telefoonpaal, omdat alle bekabeling gekregen, een telefoonpaal teruggevonden die het net haalt. Dus nu kunnen we weer over de paal lopen. Het leukste van alles is dat alles op film wordt gezet. Tegenwoordig hebben we de tv uitgenodigd voor dit soort dingen. Beetje Simonshaven promoten, op de kaart zetten, kom hier lekker wonen, kom leuke dingen doen in de Benisse. Dus we gaan maar starten, heen en weer voor de snelste tijd. En ik denk dat... Droog over hoor ik net. Ja. Nee hoor, gaat prima. Halverwege is de boegspriet ingesleept met de scheepsop. Wat? Nee! Niet luisteren! Concentreer je! Doorlopen, tempo houden, want anders wordt het heel lastig voor je, zeg ik. Nee joh, rustig aan! Papa! Kijk nou! Let op de wind, hè. De wind komt uit Noord-Noordoost, windkracht 3. Papa! Heel goed doe je het! Nee hoor, gaat perfect. Nee hoor. Nee hoor, niet luisteren. Niet luisteren. Nou, goed geprobeerd, Cedric. Goed geprobeerd. Dat hij het jaren gedaan heeft. Ongelooflijk. Ja, oké, hij heeft de overkant gehaald. Hij landt midden in de brandnetels. En hij moet ook nu terug. Dat zijn de regels. Ja, Piet, even in de camera kijken. Zo belangrijk. En lachen, Piet. Gewoon blijven lachen. Heel belangrijk bij het onderdeel. Ook de opperste concentratie. Voetje voor voetje even de balans vinden. Oh jongens. Stapje terug. En dan gaat het weer proberen. Ja. Keurig. Ja. Oh,
Hij zet zijn voeten mooi om de boomstam heen. Daar komt de wind aan. Net als een eekhoorn die een boom klimt. Ja, ja, het is even spannend. Ja, oh, oh, net niet gehaald. Maar goed gedaan, goed gedaan. Laatste stuk terug. Ongelooflijk dit, ongelooflijk. Op zijn leeftijd, heel erg goed. Ja. Wauw. De bak trilt. Nog een klein stukje, nog een klein stukje. Ja, geweldig. Goed gedaan, Koen. Had je dit verwacht? Beetje. Ja, ja, het was ongelofelijk, joh. Echt, het leek net of je het al jaren deed. Ja, turnen. Ja, ja, nou, dat is te zien. Maar je bleef ook op de paal staan, want je had natuurlijk geen zin in die brandmetels aan het einde. Ja. Ja, ja, nee, ongelofelijk. Echt, heel Simonshaven is trots op je. Heb je een groot applaus gehad? Heel goed gedaan. Ja, bedankt. Piet Moree, hoe ging het? Ja, dat heb je eigenlijk zelf gezien. Ik ben nat. Ja, maar je bent wel ver gekomen. Ja, ja, ik ben helemaal naar de andere kant gekomen zonder erin ja? te vallen. Ja? Dus ik denk terug is het ook op het juistje. Maar ja, ja, dat bleek dus niet zo te worden. Waar ging het mis dan? Boven het water. Ja, ja, een heel gevat antwoord. Maar kwam het door uw sokken of werd u afgeleid door iets aan de kant? Of? Nee hoor, ik viel gewoon naast. U verloor de balans, evenwicht en... Ik had gewoon niet voldoende balans om het helemaal heel naar de overkant te halen. Ja, ja, misschien toch die klompen aan moeten houden. Ja, misschien wel. Die blijven drijven op water. Dan was ik niet zo diep gezakt. Ja hoor. Dan heb je altijd een reddingsboei voor als je in het water valt. Ja, maar ik kan ook zwemmen. Oké, oké. Nou, het was heel leuk om te zien. U hebt het goed gedaan. Ondanks dat u niet terug helemaal gehaald hebt, toch goed gedaan. En jij bedankt voor het komen. Ja, heel graag gedaan. Goed. Graag, graag volgend jaar weer. Hopen wij wat meer deelnemers mee te brengen. Ja. Nou mensen, dat was weer een dagje. Koningsdag 2018. Vanmorgen zijn we natuurlijk begonnen in Hekelingen met een interview met de burgemeester. En natuurlijk hebben we Togido mogen horen en het koor Elementair. Daarna zijn we naar Spijkenisse gegaan en hebben bij de Rommelmarkt gekeken. En vervolgens zijn we doorgegaan naar Zuidland, waar het natuurlijk ontzettend leuk was om de Zeskamp te zien. En ook de bingo in Bernissestein. En uiteindelijk hebben we deze dag afgesloten hier in het dorpje Simonshaven, waar het bierspietlopen werd gehouden. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het was ontzettend leuk om te zien. Bedankt dat jullie erbij waren en tot de volgende keer!